Minister Amar Ramadan, WHO-representative en deskundigen, zoals dokter Vreden, hebben op 2 juli strategieën besproken voor de regionale eliminatie van malaria. De samenwerking omvat Suriname, Frans-Guyana, Guyana en de noordelijke staten van Brazilië. Suriname streeft naar malariavrije certificering, maar importgevallen blijven een uitdaging. Actieplannen werden opgesteld en technische experts zullen de huidige situatie evalueren, gevolgd door een ministeriële bijeenkomst. De PAHO zal de samenwerking faciliteren. Ook de eliminatie van virale hepatitis werd besproken. Het ministerie van Economische Zaken voert het SEARCH-project uit om Surinaamse micro, kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. In dit programma zijn al 56 bedrijven geselecteerd voor een matching grant en de coöperatie Asayaka Winu-UA, een inheemse vrouwengroep, heeft een mobiele koelunit ontvangen om de kwaliteit van hun sappen en vruchtenpulp tijdens vervoer te waarborgen. SEARCH, gefinancierd door de Wereldbank, stimuleert zowel het bedrijfsleven als vrouwelijk ondernemerschap en rurale gemeenschappen in Suriname. Het ministerie van LVV verzorgde op 4 en 5 juli composttrainingen in Groningen, Saramacca en Lelydorp als onderdeel van het Minor Fruits Project. In deze trainingen, onderdeel van een IDB-project, leerden LVV-medewerkers compost maken voor plantzakken en plantgaten. Het composteren duurt ongeveer 12 weken en ondersteunt de productie van organische meststoffen.